Kijk, je noemde het net, ik is een beetje flauw om te zeggen, maar zweven, weet je. Kijk, als je met deze dingen bezig bent en je denkt nou nog dat je dan een zwever bent, of mensen die nog hardvochtig proberen alles wetenschap te verklaren, reïncarnatie om die reden pertinent uitsluiten, al dat zijn. Ik denk mensen, als je daar nog vast in zit, dan loop je in deze tijd wel erg achter de feiten aan, hoor. Leuk dat je bekijkt of luistert bij deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag hebben we in de studio auteur en regressietherapeut, Maarten Overzier. We gaan het hebben over hoe onze vorige levens en onze voorouders meer invloed hebben op ons geluk dan we denken. Podcast of Hope, moving towards happiness. Ja, nou, leuk dat je er bent. Ja, heel erg. Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja, mooi. Ja, we gaan in gesprek vandaag over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven? Ik moet wel ja zeggen, want ik hou mij als therapeut bezig met het welzijn van mensen. Dus dan wordt dat woord daar wel aan gekoppeld, ja. Ja, dus je bent vooral bezig met het geluk van andere mensen. Ja, maar dat maakt mij ook happy, hoor. Ja, precies. Oh, dat maakt je happy? Ja, het is leuk om mee bezig te zijn. Oké. Ja. Maar ja, we zijn natuurlijk ook wel benieuwd hoe jij geluk ziet. En ik denk als je bezig bent met het geluk van andere mensen, dat je dan wel een idee zou moeten hebben wat geluk is. Wat zie jij onder geluk? Ja, het is interessant om die insteek te pakken. Ik hou me natuurlijk vooral bezig met daar waar mensen zich niet prettig voelen. Dus voor mijn part ongeluk. En dan vooral op zoek naar de redenen waarom het zo gegaan is. En laat ik dan zo zeggen dat wanneer succesvol therapie bedreven wordt, mensen minder ongelukkig zijn en in veel gevallen zelfs zich gelukkig beginnen te voelen. Is geluk dan de afwezigheid van ongeluk? Zou je dat zo kunnen stellen? Een mooie samenvatting om het even simpel te houden. Ja, oké. Ja, op die fiets. Maar goed, dan laat ongeluk zich ook alweer definiëren natuurlijk. Ja, want dan zou je zeggen ongeluk is dan als er geen geluk is misschien en dan... Ja, dus de kip krijg een beetje een cirkel. Ei, ja. Dus dan hebben we eigenlijk misschien nog helemaal geen definitie. Als je er vooral, gelukkig is misschien vooral als je er niet bezig bent om het te zijn. Ja. Ja, ja, een soort van staat van innerlijke rust of iets in die richting. Ja, dat je gewoon oké bent met wat er is. En dan hou je je zeker met die term ook niet bezig. Nee, precies. Ja, het klinkt inderdaad alsof geluk meer een bijgevolg is van wat je doet in de praktijk. Gewoon in plaats van een streven. Van leven. Ja. Ja. We gaan er nu te diep op in met de podcast eigenlijk. Nou ja, prima. Al 100 afleveringen. We zitten gelijk op de essentie. Ja, nee, precies. Ja. Nee, maar dan is het misschien handig als je wat meer vertelt over inderdaad wat je dan doet, waar mensen als bijproduct wat gelukkiger van worden. Ja, goed, dus therapeutisch gewoon, als ik het even plastisch uitleg, dan hou ik me bezig met deze therapie, met verwerkingsprocessen. En... in een context van regressie-reïncarnatietherapie, zo heet het dan, uitgaande van het idee dat mensen klachten hebben en dat die klachten voortkomen uit gebeurtenissen uit het verleden die niet goed verwerkt zijn. Ja, dus en als dan, je... Oh, sorry. Ja, nee. Maar dat ik wil zeggen, dus therapeutisch is het dan de bedoeling om met die mensen, cliënten heet dat, met een mooi woord, op zoek te gaan naar die specifieke gebeurtenissen die onverwerkt zijn achtergebleven om ze alsnog te verwerken. Ja. Maar ik ga je nu woorden in de mond leggen. Dus jij zou zeggen, als er geen klachten zijn, is het niet echt nodig om je bezig te houden met regressie en reïncarnatie. Nee, precies. Ja. Dat vind ik ook een hele mooie, simpele samenvatting. Nee. Ja, en andersom. Kan het zo zijn dat mensen bijvoorbeeld ongelukkig zijn die komen naar jou toe? En dan is het van, hier kan ik niks mee. Dit heeft met hele andere dingen te maken. Ja. Of is er altijd wel wat terug te leiden naar eerdere momenten in je leven? Of eerdere levens. Nou, wat voor mij geldt als therapeut is zo van, ik hou me liever niet bezig om in menselijke onbewuste werelden te roeren. Als mensen daar zelf geen aanleiding voor hebben. Hmm. Dus dat is mijn insteek. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om jezelf te onderzoeken en in beweging te brengen en je gevoelswereld te onderzoeken enzovoort. Maar voor mij als therapeut is het wel gewoon simpel, zoals een kok kookt voor iemand die hongerig is, ben ik therapeut voor mensen die klachten hebben. Ja. Wat is regressie en reïncarnatietherapie eigenlijk precies? En wat is het verschil tussen die twee ook? Ja. Nou, het woord regressie is een soort overkoepelende term. Dat is het tegenovergestelde van progressie. En dat betekent dus teruggaan. Regresseren is teruggaan. Nou, therapeutisch gezien in de tijd, kun je zeggen. En teruggaan betekent dat je terug kan gaan naar gisteren, of naar vorig jaar, of naar je kindertijd, of zelfs naar de baarmoederperiode. Of zelfs daarvoor, voor de baarmoederperiode. En reïncarnatie
impliceert dat er ervaringen in mensen kunnen zijn, die beleven zij innerlijk, die zij in hun huidig tijdsbestek, in hun huidig leven niet kunnen plaatsen, niet biografisch kunnen plaatsen. En dat zijn hele intense ervaringen vaak. En die geven wij dan als therapeut ook therapeutisch aandacht. En dan noemen wij dat vorige levens. Dus die gebeurtenissen die worden door iemand beleefd. En dan zijn dat vorige levens die niet goed afgerond zijn. Mm-hmm. En als je daar therapeutisch mee bezig bent, dan zou je dat reïncarnatietherapie kunnen noemen. Reïncarnatietherapie is eigenlijk een vorm van regressietherapie waarin je dusdanig ver teruggaat dat je niet meer in je eigen leven... Ja, dat is echt heel goed samen te vatten. Kijk. Precies wat je zegt. Nee, maar dat klopt. Ja. 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 En het is beide... Je bent bezig met als het ware de ziel die dingen heeft doorstaan, die, ja. Die als het ware waar je niet bewust van bent. Of hoe zou ik dit moeten zien? Of is het echt iets lichamelijks? Ja, kijk, die kun je over filosoferen. Het is het idee inderdaad, om het simpel te houden, daar hou ik altijd wel van, is dat wij meer zijn dan alleen maar een lichaam. Nou ja, inderdaad, dan woont er een ziel in ons op de een of andere manier. Er wordt heel veel over gezegd en geschreven en zo. Die ziel die maakt van alles mee, door de tijd heen, maar ook door levens heen. Hè? Dus dat noem je dan ook zielsverhuizing, door verschillende menselijke gedaanten in verschillende tijdperken. Ja? En verschillende habitat, verschillende omgevingsinvloeden enzovoort. Dus dat zou je de ziel kunnen noemen die zich steeds door in een nieuw tijdperk, in een nieuw leven komt. Maar goed, de innerlijke belevingswereld van een mens zoals wij is voor een groot deel afgesloten. We houden ons er niet zoveel mee bezig, over het algemeen. Hm. Omdat we er van huis uit en van school uit en van overheidshalve uit niet veel over geleerd hebben. En dan betekent dat alles wat feitelijk zielslogisch is of ziels vanzelfsprekend, later allemaal vraagtekengebieden worden voor mensen. Ja. Die houden zich er niet mee bezig. Die zijn te veel mentaal geconditioneerd om daar de aandacht aan te geven die het vaak vraagt. En het lijkt me dat omdat er niet zoveel aandacht aan besteed wordt, dat dat ook wel veel problemen kan opleveren. Ja, het grootste probleem is dat het niet in die context wordt gezien. Ja. Ja, dus het wordt als zodanig niet herkend, die problemen. Ja, en als het niet zo wordt herkend, dan kun je ook niet problemen die daar zijn ontstaan, ja, dusdanig aanpakken. Als exact. Dan blijf je in een bepaalde oppervlakte laag, waar de ratio over het algemeen domineert. Ja. Probeer je daar naar oplossingen te zoeken die in feite niet daar op te lossen zijn. Want ratio en ziel zijn dingen die los van elkaar staan? Ja, los van elkaar, weet je, het is altijd lastig met taal. Maar oké, je kan zeggen dat de ratio gewoon het mentale deel is waarin wij in ons hoofd geneigd zijn de dingen te begrijpen, ja, hè, op een rijtje te zetten. Maar die ratio kenmerkt zich over het algemeen wel door de afwezigheid van zielsbesef, van gevoelswerelden. Oh, dat is wel... En daarom gaat de ratio vaak de boel domineren ten opzichte van de gevoelswereld. Ja. Dat is wel grappig dat je dat zo zegt, want ik zou persoonlijk de ratio als een onderdeel van zien op die manier. Nee, het is eerder een hulpmiddel. Oh, ja. Dus de ratio is een hulpmiddel om ervaringen die we hebben, leerstof voor mijn part, percepties, om dat op een begrijpelijke manier naar jezelf te vertalen, in een bepaalde context te plaatsen. Ja. En dat kan je in je hoofd, kan je dat doen, maar het kan ook echt wel een eigen leven gaan leiden daar. Ja, nee, maar wat ik zat op deze manier te denken, want je hebt altijd die klassieke scheiding tussen lichaam en geest of ziel als het ware. Ja. En ik vind de ratio of het denken dan überhaupt, vind ik dan niet heel typisch aan het lichaam. Dus dan zou ik het aan de kant van de ziel zetten op die manier. Nou, het is meer dat de ratio, de wereld, onszelf, elkaar, alles wat er gebeurt, in een begrijpelijke context wil snappen. Ja. Ja. Maar aangezien er heel veel spirituele vanzelfsprekendheid, heel veel zielsbesef of bewustzijn niet makkelijk uitlegbaar zijn, doordat die ratio behoorlijk beperkt is in bevattingsvermogen, mm-hmm, concludeert die ratio over het algemeen ook heel bekrompen. Ja. En het meest bekrompen ervan is dat die denkt daardoor het uitgevonden te hebben en geen rekenschap meer houdt met alles wat er buiten die definities vallen. Ja, ja, dat is dan ook wel weer zo. Maar wat dan wel gek is, is we hebben dus nu inderdaad niet echt meer een besef van een ziel. Maar dat is eigenlijk een vrij modern, tussen aanhalingstekens, fenomeen. Want
als je oude filosofie of zo leest, elke civilisatie heeft al een zielsbesef gehad. Maar hoe hebben we het dan opeens nu niet meer? Nou, ik wil niet zeggen dat het er niet meer is, maar... En dat ben ik met je eens natuurlijk. De ziel is van alle tijden. Reïncarnatie trouwens ook, hè? Ja. Is ook van alle tijden, dat klopt. Maar het is ook wel weer zo dat er heel veel, ook in dat gebied, analyses op losgelaten zijn. Waardoor de essentie zoals de ziel zich laat zien, niet aansluit bij hoe het weer gedefinieerd wordt. En daar kunnen ook weer religies rondomheen ontstaan en allerlei doctrines enzovoort. Hmm. Dus kijk, ik zeg altijd van, ik doe dit werk al een aardige tijd en ik heb heel veel met cliënten gewerkt. En dan krijg je een soort vrij inzage in hun onderbewuste wereld. Dat zijn over het algemeen mensen die zich nooit verdiept hebben in dit soort zaken, die niet met reïncarnatie bezig zijn, maar gewoon een oplossing zoeken voor hun klachten. En wat ik altijd heel fascinerend gevonden heb, is dat die mensen, die leggen het beste uit hoe het in elkaar zit. Ja. Ja. Dat vind ik. En dan is er ook nog een soort gemeenschappelijke deler in alles wat ze vertellen. Hm? Een bepaalde logica. En ik vond het mooi, want ik heb wel best wel wat boeken en zo gelezen over deze onderwerpen. Maar lang niet in alle gevallen sloten die twee werelden bij elkaar aan. Terwijl ik wel van de praktijk ben. Ja, mensen die er niet over gelezen hebben, hebben misschien niet het probleem dat hun ratio dan een sluier over het onderwerp gooit. Die... Ja, je legt het heel mooi uit. Precies wat je zegt. Hm. Ja. Inderdaad, dat is precies zoals jij het aangeeft. Dat is vaak eigenaardig, dat heel veel mensen niet beseffen dat ze een ratio sluier over die zaken heen leggen. Ja. En voor mij geldt het gewoon als ik praktisch ben met dit werk, praktisch bezig ben met dit werk, dat de klachten die onverwerkt zijn achtergebleven, de gebeurtenissen die onverwerkt zijn achtergebleven, die noemen we trauma's, even voor het gemak. Die zijn niet mals over het algemeen, want het systeem lost heel veel zelf op. Maar de dingen die er echt toe doen, kennelijk zijn wij die geneigd te verdringen, te verstoppen, zelfs af te sluiten en uiteindelijk te ontkennen. Maar vanuit de ziel is dat onmogelijk. Een ziel accepteert die uitsluitsels niet, zeg ik altijd. Dus die zal altijd signalen blijven geven. Ja. Om er dan alsnog weer verbinding mee te maken. En dat is wat de ratio heel lastig kan bevatten. Ja. Ja, precies. Die ziet gewoon lijden. Ja, we zitten eigenlijk tot een bepaalde kern meteen. Dat is heel grappig. Ja. Ja. Oh, dat is wel een hele goeie. Dus de ziel die blijft dat trauma als het ware vasthouden en wil jou daar bewust van maken. En de ratio heeft zoiets van, nee, dat doet pijn. Ga maar aan de kant. Ja. Ja. Dus het helingsproces zit hem in bewustwording. Bewustwording en... Absoluut, bewustwording en verwerking, ook op emotioneel en lichamelijk gebied. Ja. Als je nare dingen meemaakt, dan zijn er altijd emoties en fysieke sensaties in betrokken, in die gebeurtenissen, die allemaal tijdens deze therapeutische sessies aandacht hebben. Dus het begrijpen ervan is niet voldoende. Nee, je kan precies. Het begrijpen, ja. Terwijl het nog steeds vastzit, zeg maar. Dus als al die zaken, zeg maar, met elkaar in beweging komen, de gevoelens, het lichaam, het begrijpen, dan komt er een werveling die heling tot gevolg heeft. Ja. Een ontlading. Ja, ja, maar het is dus wel de cliënt zelf die als het ware in controle is om zelf het te verwerken, als het ware. Je stelt ze als het ware open naar iets, maar ze moeten het uiteindelijk zelf doen. Heel goed. Ja, ik ben in die zin, een functionele begeleider. Ja. Als therapeut, dus ik verbeeld me ook niet dat ik mensen beter maak of zo. Ik ben scherp in begrijpen hoe biografische context in elkaar zitten. Dat zijn voor mij een soort landkaarten, waardoor ik zie wat waar fout gegaan is. En ik kan goed vragen stellen aan iemand. Maar precies wat jij ook zegt, de processen spelen zich in iemand af. Ja. Dus die zullen achteraf altijd gevoel hebben van, ja, het kwam door mij heen. Ik heb het zelf beleefd. Het is me niet in de mond gelegd, zeg maar. Ja. En dat vind ik ook heel mooi, hoor, want dan blijf je autonoom in je eigen processen. Ja, precies. Ja, het zijn ook jouw problemen. Als precies. Ja. En het is heel vervelend als anderen dat aan jou uit gaan leggen, hoe zij denken dat het bij jou zit. Ja, precies. En dat gebeurt nogal eens in therapieland. Ja, dat geloof maar ik wel. Dan ja. Zou ik het niet leuk vinden. Ja, want dat doet mij ook heel erg denken aan psychoanalyse. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar dat is ook een beetje. Dat de rol die jij hier speelt ook een beetje. Net als de psychoanalyticus. Ja. Dus als het ware de patiënt begeleidt
door misschien vragen te stellen of door middel van... Hoe ziet zo'n proces er ongeveer uit? Ik weet niet of je daar te veel over kan vertellen. Nou, kijk, het woord analyse is een woord van de ratio. Hè? Ik wil het niet gelijk wegzetten voor de duidelijkheid. Maar goed, hoe een proces eruit ziet, ja, hoe kan ik het simpel uitleggen? Weet je, kijk, wanneer je te maken hebt met gebeurtenissen die dan vorige levens mogen heten, dan zijn dat natuurlijk zaken die in de perceptie van de huidige persoonlijkheid sowieso al niet passen. De ratio zegt, ik ervaar een soldaat te zijn ergens op een slagveld, terwijl ik de oorlog nog nooit heb meegemaakt, dus ik zit dit te verzinnen. Ja. Hè? Dat is zo de wanhoopsreactie van de gedachte weer, weet je wel. Ja. Maar ik zou zeggen, nou ja, misschien is het goed om het even het voordeel van de twijfel te geven, dus ratio, take it easy, je hoeft het niet uit te zetten, maar rustig aan. En zo, je hebt niets te verliezen als je dat doet. Precies, en dan komen die verhalen naar de oppervlakte. En dan krijg je dus hele levende, levensechte sensaties die door iemand naar buiten komen. Mm-hmm. Die er niet om liegen en die dus op zijn minst de indruk wekken. Nou, ik ben niet zo sceptisch meer naar dit werk, maar voor degene die dat nog wel zou zijn. Van, mijn god, hier wordt iets wezenlijks beleefd door iemand. Dat ze worden doodgeschoten, achtervolgd. Dat ze misschien zelf iemand neerschieten met alle ellende en shit van dien. En wat het verhaal ook is, het gaat er uiteindelijk om dat het aansluit bij de actuele klachten. En dat is fascinerend van dit werk. Dat de actuele klachten altijd herleidbaar zijn, zeg maar, naar dat soort verhalen. En als iemand dan daarna voelt niet meer opgejaagd te zijn, geen angst meer te hebben voor dit of voor dat, rustiger te worden enzovoort enzovoort, zijn levenspad kan vervolgen, Dan is dat wel de moeite waard natuurlijk. Maar dat laat zich wel lastig analyseren. Ja, maar wat bedoelt u met bedoel je met actuele klachten? Is dat bijvoorbeeld, je hebt dan bijvoorbeeld in een vorig leven, in dat slagveld wat je net beschrijft, en dan zou een actuele klacht die daarmee correspondeert, zou bijvoorbeeld zijn dat je PTSS-achtig, als je bang bent voor vuurwerk, dat soort symptomen. Zo, op die manier staan die dingen echt met elkaar in verband. Jullie zijn scherp. Dus inderdaad. Als iemand in zijn huidig bestaan, zeg maar, in zijn jonge jaren een gigantisch nare ervaring oploopt vanwege een vuurwerkervaring, hè, in de verte, de knallen en de dingen enzovoort, dan is dat zeer aannemelijkerwijs een triggermoment van iets wat hij in de Tweede Wereldoorlog of eerder heeft meegemaakt, wat ook knallig af, maar toen fataal. Snap je? Dus dan kan iemand in mijn praktijk komen van, ik ben bang voor knallen of voor heftige geluiden. Dat kan nog veel verder gaan. Mensen kunnen zich isoleren, die durven nauwelijks meer naar buiten. Die kunnen sociaal geïsoleerd raken enzovoort. Er kan een heel scala aan klachten zijn wat daar feitelijk uit voortkomt. En op die manier kun je dan de lijnen doortrekken inderdaad naar een gebeurtenis in het huidig bestaan. In dit voorbeeld terug naar het vorige bestaan. Maar het is met reïncarnatietherapie wel fascinerend te bedenken dat een vorig leven alleen maar een vorig leven kan zijn omdat je dood gegaan bent. Ja, uiteraard. Het is wel belangrijk om erbij te noemen. Maar dat is logisch, maar wat bedoel je daarmee? Dat betekent dat de sterfomstandigheden van dat soort vorige levens zeer gecompliceerd waren. Slagveld, sterven, executies, ontploffingen, geweld, al dat soort zaken. Dat weten wij uit de geschiedenisboeken. Ja. Dat al die mensjes die daarmee te maken hebben gehad, op dramatische manieren zijn om het leven gekomen. Ja. Ja. En dat betekent dat het sterfproces zelf ook heel schokkend verlopen is, heel gefragmenteerd. Mm-hmm. En in veel gevallen ook met een grote mate van onbewustheid. He, dat je dus eigenlijk niet precies snapt wat er gebeurd is. Je blijft als het ware nog verbonden met die gebeurtenis waar je in vast zat, terwijl je fysiek eigenlijk al dood bent. Dus daar komen er verwarringen aan die ziel te kleven, als het ware. Het is een beetje raar om een verwarring aan de ziel te kleven, maar goed. Laat ik zo zeggen, het is informatie die in het etherisch lichaam van een persoon blijven bestaan. Mm-hmm. En op het moment dat zaken, fundamentele zaken, niet goed afgerond zijn, dan volgen er dus nieuwe incarnaties. En de nieuwe incarnaties zijn er feitelijk voor bedoeld om zaken af te ronden die niet afgerond konden worden. Ja. Maar daarvoor heeft het in het huidige bestaan actueel te worden. Hè? Dus dat betekent dat er omstandigheden moeten zijn in het huidige leven die de herinnering aan die nare tijd van toen weer naar boven brengen. Ja. Het is dus de bedoeling dat die zaken worden opgelost.
Heeft dat uiteindelijk nog een doel als het wordt opgelost? Is er een soort van... bijvoorbeeld in bepaalde religies dat je inderdaad een soort van... Nirvana misschien. Ja, precies. Ja. Is er iets waar, wat je bereikt wanneer die trauma's helemaal zijn opgelost? Of blijf je voor altijd in een soort van rat zitten? Maar ik zou daar niet per se op vooruit willen lopen. Daar kan je over filosoferen. Ik kijk meer naar wat we dan geneigd zijn de gewenste situatie te noemen. Dat als iemand klachten heeft van serieuze orde, want die zijn er wel. Het is niet dat voor mensen voor akkefietjes komen. Nee. En het gevolg daarvan is dat mensen zich daarna vrij of vrijer, op zijn minst, maar vrij voelen. Dan is dat een gigantisch bereik en resultaat. En het interessante is dat mensen daardoor bijvoorbeeld gaan doen wat ze heel lang hadden willen doen. Oh ja. Dat ze zich beter in hun vel voelen, dat er ineens een relatie komt, of ze gaan ineens op reis, of gaan een talent ontwikkelen, of weet ik wat dan. Dus die komen in een flow. Mm-hmm. En waar die flow heen leidt, is een andere discussie. Zou ik zeggen, dus uiteindelijk denk ik dat we allemaal op zoek zijn naar geluk, naar vervolmaking, naar heelheid, ja, naar eenheidsgevoel. Maar ik probeer er altijd voor te waken om daar te veel details op los te gooien, omdat er al zoveel interpretaties over bestaan. Ja, dat snap ik wel. En dan krijg je zo'n weerwar van allerlei... ik zei het al, interpretaties. Ja, precies. Want je ziet duidelijk dat het werkt. En je ziet wat voor effect het heeft op de mensen die zijn, of de cliënten die zijn behandeld. Ja. Het heeft geen zin om te gaan speculeren over alles wat er na de dood en zo gebeurt. Nee, nou ja, dat is op zich best interessant, weet je. Ja. Het is op zich interessant, maar ik probeer het altijd een beetje nuchter te houden, begrijpelijk te houden. Juist omdat er al zoveel omheen getierenlantijnd is. Dat is wat ik bedoel. Ja. Maar het is interessant om te zien dat wanneer mensen zich zeg maar kunnen losmaken of bevrijden van oud zeer, ze in een andere flow komen. En in die andere flow ervaren ze meer bij zichzelf te zijn. Ervaren ze ook meer authentiek te zijn, meer autonoom te zijn. En vooral ook zichzelf niet zoveel aan te trekken van wat er om hun heen allemaal beweerd wordt. Ja. Hetgeen in deze tijd niet een onbelangrijke bijkomstigheid is natuurlijk. Nee, precies. Helemaal niet zelfs. En dat vind ik al prachtig mooi. Maar het zou kunnen zijn dat we allemaal op pad zijn inderdaad naar waar we ooit vandaan komen. Een oerbron of een gelukzalige afstemming in dimensies of zoiets. Ja, maar precies. Dat zie ik dan wel weer. Ja, want we hadden het er net al een beetje over. Veel mensen vinden het idee van dat we een ziel hebben al te lastig te begrijpen of te zweven. Nou, dan zou je inderdaad... Niet wetenschappelijk genoeg. Ja, dus dan zou dat hele verhaal over meerdere levens nog lastiger te begrijpen zijn. Ja. Maar merk je wel dat er een soort van shift plaatsvindt, dat mensen meer open gaan staan voor dit soort ideeën? Ja, ik heb wel die indruk. Ja, er is natuurlijk best een hoop gaande, met name de laatste paar jaar in de wereld. En ik merk dat heel veel mensen daardoor toch wel een soort noodzaak voelen om zichzelf eens wat beter te leren kennen. En ook om toe te geven dat ze veelal vastlopen in de gangbare circuit, zullen we maar zeggen. Ja. Dus ja, er is een gigantische wake-up, awakening kind of thing gaande. En dat merk ik absoluut, ja. Maar als je zegt jezelf beter leren kennen, bedoel je dan waar we het net over hadden, dus je vorige levens ontdekken? Nou, dat hoeft niet per se je vorige levens. Dat zou voor mij niet eens een focus zijn. Kijk, die mensen waar die foto's van voorbij komen, dat is Ken Miracle van de Cayuga-Indianen uit Six Nations in Canada. Een hele goede vriend waar ik al jaren kom. Die mensen daar, die hebben nog zoveel wijsheid over wie je bent als mens en hoe je verbonden bent met moeder aarde, met de dieren, met Great Spirit. De flow van het leven, het feit dat je kunt luisteren naar wat de droom je te vertellen heeft. Het feit dat je altijd verbonden bent met je voorouders, de opa's en de oma's. Ja. Ook als ze nare dingen hebben meegemaakt of juist dan. Kennis van ceremonie, van rituelen, van al dat soort zaken meer. Kijk, en dat in algemene zin is wel heel vaak de grote ontbrekende factor in Nederland. Maar in ieder geval de westerse geconditioneerde... mind-bodybuilde wereld. En daar denk ik dat een gigantische winst te behalen is om mensen wat meer bekend mee te maken. Ja. Een soort van return to nature, als het ja, ware. Ja, precies. Ja, en het even te ontdoen. Kijk, je noemde het net, ik is een beetje flauw om te zeggen, maar zweven, weet je. Kijk, als je met deze dingen bezig bent en je denkt nou nog dat je dan een zwever bent of...
mensen die nog hardvochtig proberen alles wetenschap te verklaren, reïncarnatie om die reden pertinent uitsluiten. Al dat zijn, ik denk, mensen, als je daar nog vast in zit, dan loop je in deze tijd wel erg achter de feiten aan, hoor. Ja. Het wordt wel tijd dat we eventjes weer beseffen dat er wel meer is dan een zo'n hompje vlees met een zootje biochemische processen. Ja, nou ja, wat ik persoonlijk heb, is ik heb het gevoel dat ik me er wel voor openzet. Maar omdat er dus ook heel veel verschillende verhalen zijn. Het verhaal wat je nu vertelt, dat vertel je nu. En ik kan er wel wat in vinden. Het maar is één van velen. Ja, precies. Dus ik vind het, en ik denk dat misschien wel veel mensen ook een beetje dat probleem hebben. Vooral wanneer je begint met wat meer spirituele thema's. Zo van, ja, waar moet ik nou eigenlijk mee bezig gaan? De ene sluit soms ook de andere uit. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik geloof dat het ook super verwarrend is wanneer jij geïnteresseerd raakt in wat meer dan het gangbare, zeg maar. Van aan welke deur moet je kloppen? En deze tijd, man, er is een overload aan aanbod, man. De ene beweging naar de andere lichtcirkel. En de weet ik veel, allemaal alles dringt zich bijna aan je op. Dat is super verwarrend. En ik wil er helemaal niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb. Ik ben wel een doorgewinterde therapeut met veel ervaring. Daar heb ik ook over geschreven. En als ik die ervaring niet zou hebben, dan zou ik hier niet eens zitten. Dat zou ik helemaal niet eens willen. Ik heb niet een of ander theorieverhaal bedacht wat ik dan uit wil dragen. In feite maak ik gewoon een vertaalslag van een lange tijd werken op deze lagen. En ik hoef het ook niet te bewijzen, ik hoef het ook niet aan te tonen. Maar ja, die Indianen in combinatie met mijn praktijkervaring vertellen wel iets heel overeenkomstig. En daar ben ik wel enthousiast over en dat wil ik wel heel graag uitdragen. Ja. En geloof ook nog dat als jij werkelijk van binnen voelt meer te willen weten over deze dingen, dat je wel bij de juiste bronnen aankomt. Dan valt het juiste boek of de juiste film of inspiratiebron, weet ik veel wat, op je pad. Ja. Dan moet je dan ook vertrouwen in hebben. Maar het zou wel kunnen dat er meerdere wegen naar dezelfde kern leiden. Zeker moet je soms eerst flink afgeleid zijn en een keer op je bek gaan om te ontdekken dat het daar dan niet is of zo. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, dus dat geldt voor mij net zo goed. Ik heb ook een hoop onderzocht natuurlijk. Ja. Maar ja, ik val in herhaling als ik zeg, ik ben wel blij een praktijkman te zijn in plaats van iemand die pretendeert een of andere filosofie te willen opdringen of zo. Ja, want je ziet dat resultaat in de praktijk. Precies. Dus daar kun je al niet omheen. Dat is de enige reden waarom ik dit nog steeds met veel passie en plezier en fascinatie doe. Vroeger was ik kok en nu wil je ook zorgen dat het goed is, hè? De mensen zeggen, hey. Lekker. Ja, precies. Ja, als je dan allemaal dingen aan het koken was en elke keer waren ze van, nou, dit vind ik niet lekker, dan ging je ook twijfelen of je nou... Maar je kent de theorie, hè? Je kent de theorie. Ja, precies. Ja. Maar dat maakt niet uit tussen die kan koken. Nee, precies. Ja. Ja. Maar het zweven, weet je, waar we het net over hadden, dat zei ik al van, als je... De prototype Indiaan die zou zeggen, ja, kijk, als je een hele dag in je hoofd zit te checken of alles klopt in de ratio zoveel cijfers achter de komma, dan zit je te zweven. In je hoofd zweef je. Juist dan. Ja. Daar is de zweefafdeling. Zeker. En afdalen naar beneden, down to earth, betekent in jezelf te gaan onderzoeken om te ontdekken dat daar gewoon een hele belevingswereld is. Hè, daarom zei ik al, als je dat nou nog vreemd vindt, dan loop je achter de feiten aan. Ja. Maar dat is ontzweven. Dan kom je gewoon in een afstemming waar je wezenlijke dingen over jezelf gaat ontdekken. Ja, ja. Dat mag wel tegenwoordig. Ja, het is ook bijna vaak een denigerend woord. Zo, oh, dit is zweverig, ik wil me hier niet mee bezighouden. Ja, in steeds mindere mate wel, volgens Klopt, mij. Klopt, dat denk ik ook, ja. Maar wat bijvoorbeeld dan, voor mij was het Tini Kant, dus die kwam dan hier en die kwam vertellen over no-nonsense spiritualiteit. Ja. En voor mij was de insteek dan een beetje van mensen die allergisch zijn voor zweverige ideeën toch een beetje spiritualiteit bij te brengen. Ik weet niet of dat werkt. Maar het is wat ik bijvoorbeeld heel vaak gemerkt heb. Kijk, als ik spreek over reïncarnatie. Oké, ik heet reïncarnatietherapeut, of tenminste zo heet het werk wat ik doe. Ik probeer het woord al zoveel mogelijk te vermijden. Hè, omdat heel veel mensen daar allerlei, weet ik veel, ideeën over hebben. Maar vooral dat het een religie is. Hè. Die zeggen dan, ja, maar daar moet je wel in geloven. Maar de mensen die dat het hardste denken, die zijn vaak heel gelovig opgevoed met de gevolgen van dien. Dus die gaan gelijk associaties maken met een doctrine waar ze als kind al heel erg in ondergedompeld zijn. Oh zo. En dan projecteren ze dat idee, hè, al op dit. Maar
Dit is niet een religie, het is gewoon een wetmatigheid, zo zie ik het althans. Ja. Dus, maar ja, weet je, het woord spiritualiteit, als je het woord noemt, zijn er wel heel veel mensen die hier gelijk een kerk opdoemen in hun percepties, omdat ze dat automatisch aan vastkoppelen. Ja, dat vinden ze eng dan waarschijnlijk. Nou ja, dat is de referentie die ze hebben van vroeger. Ja. Ja, logisch ook natuurlijk. Zo zitten ze daar vast in. En dan krijg je ook niet meer de mogelijkheid om met een objectieve blik naar eens een keer naar een andere verhaal te luisteren of zo. Ja. Mensen projecteren zich suf op basis van de programma's die ze van huis uit erin gekregen hebben. Dus bijvoorbeeld de ras atheïst wordt vaak atheïst omdat hij te maken heeft gehad met extreem geloofssituaties. Mm-hmm. Ja. Hè? Ja, dus die is net zo druk bezig met iets niet te geloven. Maar dan ben je net zo actief bezig met geloof natuurlijk. Ja. Snap je, alleen op een andere manier. Dus zo slaat de pendel alle kanten op. Zo. Ja, precies. Dus je moet eigenlijk gewoon een compleet... Ja, het is natuurlijk wel heel lastig om een compleet open blik op zaken te hebben. Ja, absoluut. Ik denk niet eens dat het echt kan eigenlijk. Omdat er altijd wel een vorm van, noem het, indoctrinatie of zo. Nee, dat is het slechte woord, maar er is altijd een beeld gevormd vanuit je jeugd. Ja, precies. Ja, of dan misschien zelfs vorige levens al. Ja, en het beeld wat in je jeugd gevormd is, dat hebben we allemaal wel meegemaakt natuurlijk, sluit inderdaad weer aan op de omstandigheden, de denkbeelden waar je vaak in vast zat, die vorige levens kenmerkten. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus dat sluit aan. En nu, ja, kijk, in deze tijd, ik weet natuurlijk naar kijken, maar we worden natuurlijk ondergedompeld in wetenschappisme, zoals ik het wel eens noem. Alles moet verklaard worden en er moeten heel veel problemen opgelost worden en alles erop en eraan. Ja. Met de meest radicale inzet. Maar ja, als je het nou voor een religie hebt, dan zie ik daar ook wel heel veel dingen misgaan natuurlijk. Ja, het heeft er wel kenmerken van. Is ook een opvatting natuurlijk waar je in vast kan komen te zitten, waar heel veel mensen toch zomaar instappen. Ja, want zonder kritisch te kijken. Ja, zeker. We wilden daar ook al naar vragen van hoe past als het ware deze manier van naar dingen kijken in deze wereld die zo gedomineerd is door, hoe zeg je dat, als het niet wetenschappelijk verklaard kan worden, dan bestaat het niet. Hoe, ja, misschien andersom, hoe zou... wat je zei is hoe dit past in een wereld die... Ja, die zo wetenschappelijk georiënteerd is. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, dat is wat ik wil. Het hoeft niet meer andersom. Het hoeft niet meer andersom. Nee, nou, dat past natuurlijk niet echt goed in elkaar. Nee. Kijk, er is natuurlijk een cancel- en uitsluitcultuur op dit moment die zo ongelooflijk is dat alles wat niet in het officiële narratief past, dat maakt niet uit welk onderwerp, niet in beeld wordt, gedemoniseerd wordt, geridiculiseerd wordt of erger nog. Alternatieve therapieën, dit is super alternatief. Ik ben misschien wel de meeste alternatieve van de alternatieve therapieën. Maar je weet het, de afgelopen jaren met name is er heel veel uitgeknikkerd. De homeopathie is er uitgeknikkerd. Ja. Je krijgt geen vergoeding meer voor alternatieve therapieën, alles. Dus dat is een flow die voor de reïncarnatietherapeutvisie voortkomt uit de inquisitietijd. Hè? Wat de kerk niet pikt, dat moet weg. Dat moet op de brandstapel. Nou, we hebben nu geen brandstapels. Ja, maar dit is de nieuwe ketterij. Dit is dus de nieuwe ketterij. Ja. Want al die systemen die door de mensheid eigenlijk heen reizen, die passen zich aan de tijd. En het is wel interessant als je dat op tijd gaat ontdekken, in plaats van dat je denkt van, hey, what the fuck, ik ben er weer in getuind. Dan doe je jezelf volgens mij groot plezier. En dat is wel in deze tijd wel... En dat is ook het grappige, want hoe meer er uitgegooid wordt, het is de uitsluitcultuur, hoe meer dat wat uitgesloten wordt een eigen leven gaat leiden. Hè? Ja, en dat moet ook. Waar, ja. Dat is ook de bedoeling. Hè? Ze zeggen wel eens van alles wat aandacht geeft, dat groeit. Maar zeg, alles wat je geen aandacht geeft, dat groeit nog veel harder. Ja, precies. He, en dat gaat zich ook tonen natuurlijk. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die zich niet meer kunnen vinden in dat officiële narratief. Zullen we maar zeggen. En dan bedoel ik dat in de breedste zin van het woord. En vanuit de uitsluitafdeling weer gewoon een nieuwe samenleving gaat opbouwen of nieuwe plannen trekt of zo. En ik denk ook dat het een daarom ook steeds meer aan het afbrokkelen is ten opzichte van het ander, want we verlangen allemaal naar een liefdevol bestaan. Ja, dus je bent wel, het klinkt misschien een beetje pessimistisch, maar eigenlijk ben je juist optimistisch dat uiteindelijk dat besef er komt. Ja, precies, dat ben ik zeker. Want wat ik interessant vind als je het inderdaad in het grote plaatje bekijkt, waar we het nu over hebben,
dat dat in feite overeenkomt met hoe mensen op persoonlijk niveau tegen hun eigen conflicten aanlopen. Ja. Snap je? Dus wat je in jezelf... Kijk, er zijn heel veel mensen die denken als er iets gemankeerd wordt, dat dat bestreden moet worden te lijf gegaan moet worden of onderuit gehaald. Maar dat is een opvatting, hè? Je kunt beter je afvragen van, goh, dat wat ik markeer, misschien is het wel het gevolg van het feit dat ik al heel lang loop te strijden. Dus er komt gewoon een nieuwe kijk op zaken. En dat is in het grote plaatje volgens mij ook gaande. En daar ben ik wel optimistisch over. Ja. Het is die Indianen, nou, deze dame, Grandmother Sarah van de Mohawks, die ooit zo mooi tegen mij zei van Moeder Aarde, ze noemde dat dan Turtle Island, Moeder Aarde. Zij geeft geen vruchtbare bodem aan dingen die niet waar zijn. Ja. En aangezien ik zelf geloof dat er op dit moment nogal wat leugens en onzin over ons heen wordt gestort, en allerlei plannen hoe dat allemaal weer moet opgelost gaan worden, moet er steeds meer wilskracht en aandacht en energie naartoe om dat balletje op te houden. Maar zoals zij zei, Moeder Aarde gaat daar geen vruchtbare aarde aan geven. Dus het inrichten van een plastic, intelligent, digitaal, artificieel, kunstmatig samenlevingsstructuur, daar kan Moeder Aarde geen voeding aan geven. Dat sterft af op een gegeven moment. Ja, dat krijgt geen eens wortels. Nee, precies. Maar het sterft af voor zover je dan misschien nog wortels eraan gegeven. Ja, het probeert nu wortels te krijgen. Dat precies wat je zegt. Dwangmatig moet het wortelen. Ja. Maar Moeder Aarde die snapt het niet. En niet omdat zij pissed off is, maar omdat ze gewoon, het is haar vreemd, zeg maar. Weet je? Het is een verkeerd puzzelstukje. Het is geen goede combi. Gewoon is aardbeien met pindersaus. Dat matcht het niet. Weet je? Nee, dat werkt niet. Ik zat eraan te denken, misschien, maar nee. Dus ik ben zeker optimistisch, maar het is wel een heftige tijd, ja. Ja. Nou, ik wil het sowieso nog wel even hebben over de Indianen. Want deze, ja, ik noem het dan maar even deze spiritualiteit waar je het nu over hebt, dat komt volledig uit, en dan met name waarschijnlijk dus de beetje Noord-Amerikaanse Indianen. Kijk hem. Ik loop daar zo incognito tussen, maar mijn dochter die heeft die foto gemaakt, weet ik. Die twee hier links voor, die moeten zo lachen. En ik had altijd het idee van dat ze op mij moeten lachen. Dus lach je toe dan? Ja, dat hoop ik dan. Ja. Maar in ieder geval, deze plek is in Canada. Dus ik ben heel vaak bij de Irokezen die wonen in Canada. Tenminste, het gebied wat nu Canada heet. Maar wat ik zei, de overeenkomstige factor van de inheemse cultuur of opvatting, voor zover ik dat kan zien, draait allemaal in instantie om het feit dat we ziel zijn. En dat die ziel, dus noemen we dat de adem van de grote geest, in iedereen en alles wat leeft, huist. Dus in het vuur en in de bergen en in de wateren en in de sterren. En het leven van je voorouders leeft in jezelf en zo. Op die manier zijn we allemaal verbonden. Dus dat klinkt misschien heel, heel simpel, maar het is wel belangrijk te beseffen dat dat betekent dat als ik jou iets aan zou doen, dat ik daarmee mezelf ook iets aandoe. Ja. Dus zo simpel is het eigenlijk. Hè? En aangezien wij nu in een wereld leven waarin die polarisatie nog zo bizar is, en er nog heel veel mensen met stropdassen en mantelpakjes beweren dat als jij er niet meer bent, gaat het met ons beter, betekent dat die nog in een spirituele bewustzijnsafstemming zitten, hè? Waar je niet veel verder mee kunt. En die natives, die Indianen dan, zeg maar, ja, die weten dat natuurlijk al zo lang, dat alles wat je een ander aandoet, of weet je wel, dat je de return vanzelf een keer krijgt. Ja. En dat is in combinatie met het belang van het kennen van je voorouders. Wat ik net zei, de ceremonies en de rituelen die wij eigenlijk gewoon integraal in ons leven zouden moeten hebben, naast eten, drinken, poepen, plassen, dansen, reizen, lol maken, dat ons op een dwaalspoor heeft gezet, als het ware, door de tijd heen. En dat dwaalspoor maakt het mogelijk voor andere machten en krachten, zullen we maar zeggen, om daar dan een kunstsysteem omheen te zetten. En daar hebben we volgens mij uit te ontwaken. En die natives die vertellen, die hebben dat zo ingebed in hun wijsheid en cultuur. Dat is, nou ja, weet je, kan ik hier zo zeggen aan tafel, maar dat zit zo diep bij die mensen, dat kan alleen maar ontroeren of zo. Want
De meest wijze die ik daar gesproken heb, die zijn ook niet naar een universiteit geweest. Hè? Die zijn dus unspoiled nog. En die leven dat gewoon. Ja. En dat voel je dan. Ja. Dat komt gewoon hier binnen. Dan krijg je tranen in je ogen. Dat kan je niet verzinnen. Maar je denkt, fuck man, dit raakt me zo diep. Dit moet wel hout snijden. Ja. En die hebben een wijsheid uit daadwerkelijke ervaring. Ja. Exact. Dat. Maar wij ook, hè? Onderschat jezelf ook. Hè? Nee, natuurlijk. Het klopt helemaal weer. Maar we zijn het wel hier vergeten, omdat we hier zo over het algemeen geconditioneerd zijn met al die overload aan informatie waarvan je je maar af moet vragen hoe belangrijk het is. Ja. Dat we het weer terug te vinden hebben. En daarvoor heeft een oud systeem vaak eerst weer wat in te storten. Nou, daar zitten we denk ik best wel aardig in op het moment. Ja. We vragen altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen. Ja. Waar ze gelukkig van worden, inspiratie uithalen. En je hebt je boek meegenomen. Ja, het is wel een beetje stom dan als je het zo netjes. Het is een beetje stom dat ik hier gelukkig van word. Maar een beetje word ik het wel. Ja. Ik snap het wel. Nemen. Ja. Maar ja, je boek. We zijn wel heel erg benieuwd naar je boek. Want zoals je zei, het is alweer de zesde druk. Dus het is enorm populair. Kun je vertellen, waar gaat het over? Nou ja, ik heb in de loop van de jaren dat ik dit werk doe veel artikelen geschreven voor allerlei magazines en zo. En een vriend van mij die zei toen van, dat zijn goede artikelen, je moet je bundelen tot een boek. Dan hebben we mensen compact het bij elkaar. En toen dacht ik, dat is een goed idee. Dus ik ben toen die artikelen een beetje aan elkaar gaan schrijven. En daar is dit boek uit voortgekomen. En het boek beschrijft dus eigenlijk 27 jaar bijna reïncarnatietherapeutschap. Met heel veel cliëntverslagen, zoals het heet. Met een stukje filosofie achter het ontstaan van trauma door de tijd heen enzovoort. En dat is uitgekomen eigenlijk in september 21, dus toen die hele corona-shizzle begon. Hmm. Kwam ook mijn boek uit en op de een of andere manier is er zoveel belangstelling voor gekomen dat we al bij de zesde druk zijn in anderhalf jaar tijd. Misschien ook wel de perfecte timing dan. Nou, precies. Ja. En dan zie je ook dat soms dingen ook bij elkaar komen. Ja, maar kwam de belangstelling door de coronacrisis of denk je dat het sowieso wel was gaan lopen? Nou, kijk, het was wonderlijk, want ik had het boek in de hoofdlijn al geschreven. En wat ik beschrijf onder andere in het boek is hoe onze ouders en voorouders, dus dat zijn de opa's en oma's enzovoort, in hun tijdsbeeld onder welke invloed zij in die traumatisering terecht zijn gekomen. Onder andere bijvoorbeeld heel veel van onze omaatjes en opaatjes ook, maar die echt zijn gaan geloven dat ze in de hel zouden terechtkomen enzovoort. En wat het effect van dat soort overtuigingen zijn voor het nageslacht is immens. Ja. Om het nog maar niet te hebben over alle oorlogstraumatisering. De NSB, de verzet, de inquisitie, of ooit dat geëxecuteerd worden. Armoede, honger. Nou, de hele scenario heb ik gezien in mijn werkbare jaren dat zoveel effect heeft voor ons, voor de huidige generatie. Ik dacht, jeetje, dat moet ik meer aan de grote klok. Dat heb ik allemaal beschreven, maar toen kwam dat corona-verhaal eraan, toen ik het boek al wilde uitgeven. Dus ik heb toen nog een aantal hoofdstukken eraan toegevoegd, ten koste van een paar andere hoofdstukken. Ja, ja. Op de opzet van waar wij dan 3 jaar geleden in terecht zijn gekomen, ongeveer in verbinding uit te leggen met waar onze voorouders in vast zijn gekomen. En alle overeenkomsten die ik zag. Vandaar dat het dan toch een heel actueel boek werd. Ja. Denk je dan ook dat die crisis een soort van traumatische ervaring kan zijn geweest waar toekomstige generaties dan nog last van gaan hebben? Ja, je zegt het wederom perfect. Dat is dan weer geen leuk vooruitzicht. Nou, het is niet leuk, maar het is vooral mooi, is precies weer zoals jij het zegt, dat wanneer mensen daar besef over krijgen, je er heel anders toe gaat verhouden. Ja. En ook de keuzes die je maakt gewoon veel meer vanuit je essentie zijn, in plaats van dat je alleen maar volgt wat jou min of meer opgedrongen wordt. Dat doet je ziel pijn. Ja. Maar dat is wel wat ik geleerd heb, en ik ben nog steeds lerende voor de duidelijkheid. Wat een ziel niet trekt, is als er door autoriteiten buiten hemzelf om besloten wordt wat er moet gebeuren. Hmm. Dus een ziel heeft een intrinsieke behoefte vanuit het zelf, vanuit een intrinsiek wezenlijk innerlijk deel, een levenspad in te stappen en te creëren en uniek te zijn. En dat is wat die natives, kijk, mooie, mijn kids. Kijk. Ja. Dat is wat die natives me altijd vertellen. Wij zijn allemaal een klein stukje van de creator of great spirit. Maar de creator is creatieve energie. Ja. En
wij verlangen op die manier dat wij ons uniek uitdrukken. We hebben allemaal een uniek stukje medicine, zoals ze zeggen. En samen kunnen wij daardoor de schepping hier in de fysieke vorm, kunnen wij die vorm geven. Op een unieke wijze, maar tegenwoordig leren we alleen maar kopieën te worden. En dat je gewoon je energie en alles moet inzetten voor een wereld die door multinationals gedomineerd wordt. En dan ben je niet uniek, dan word je een kopie. En dan gaat je ziel verdrietig van worden, waardoor je weer steeds op herhaling gaat. Feitelijk elke keer om je tot een punt te komen van, nou, ik heb helemaal geen zin meer in dit kopieprogramma. Ik wil gewoon doen wat ik voel wat ik wil doen. Ja. Ja, interessant. Ja, we zijn op het einde gekomen eigenlijk van de podcast. Ja. Ja, we vragen eigenlijk altijd onze gasten als afsluiter of ze een tip hebben voor iedereen die luistert. Ja. Nou, als ik een tip mag geven, zou ik zeggen, kijken of je een nieuwe visie kunt ontdekken over de verbanden die je met je voorouders hebt. Met je vader, moeder, met opa's en oma's. Zeker als het niet altijd even harmonieus gaat. Probeer te ontdekken wat er met hun gebeurd is in hun tijdsbeeld, waardoor er misschien kinken in de kabel zijn gekomen. Nou. Goeie tip, dankjewel. Ja, heel erg bedankt voor het gesprek. Graag gedaan, was leuk. Leuk dat je hebt gekeken of geluisterd naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondagochtend om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens. En veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.